Leerlingen uit groep 8 van basisschool De Golfbreker doen mee aan de RC Cup. Zij interviewen elkaar over dit onderwerp en leggen uit wat de RC Cup is. Nou, jullie zijn coureurs. Wat doen jullie vooral? Rijden met de auto. En wat gaan jullie doen als jullie gaan oefenen? Nou, dan gaan wij vooral ook vragen stellen wat handig is voor de auto. En gewoon heel goed oefenen voordat dat we bij de race beter zijn dan de rest. Nou, we zijn vooral aan het oefenen voor de races. En aan het beslissen wie nou de coureur wordt. Maar daar zijn we nog niet helemaal uit. Vooruit denken van hoe kan je een bocht maken als er nog iemand voor je rijdt. Ja, ben je al eens uit de bocht gevlogen? Nog niet echt specifiek uit de bochten gevlogen, maar wel gebotst. Wat zijn jullie hier aan het doen? We doen mee aan de RC Cup. Je moet met een bestuurbare auto. Moet je met andere mensen moet je in een race van een circuit van Heemstede. Moet je zorgen eigenlijk dat je eerste bent. Hoeveel kandidaten doen mee of weet je dat niet? Er doen wel echt heel veel scholen mee, maar ik weet niet ongeveer hoeveel. En hoe gaat het dan in zijn werk? Je krijgt een auto opgestuurd. Daar moet je eerst kijken wat je ermee kan. Moet je goed inrijden voordat je echt kan racen. En moet je zijn coureurs. Bij ons is het dan 7 coureurs. En moeten we kijken wie de beste is eigenlijk. Denken jullie dat jullie gaan winnen? Nou, ik denk dat we het op zich al kunnen. Alleen dan moeten we wel heel erg veel trainen en heel erg ons best doen. En maak je een auto of race jij ermee? Nou, ik wil eigenlijk racen, maar ik vind dat ook niet erg als ik het zou maken. Maar wat vinden de leerlingen er zo leuk aan? En wat vind jij zo leuk aan het racen? Nou, het is gewoon leuk. En natuurlijk hebben de kinderen ook plezier.